Okidoo. En als het goed is, is het nu live te zien op srvnlivestream.com. De Formule Renault 3.5 hier op Mid-Ohio circuit met een beeld. Twan Capelle die zijn oefenrondjes aan het rijden is in deze sportieve bolide. En naast mij zitten Ivo Pakvis en Giel Daan. Ivo. Goedenavond. Leuk dat jij er ook bij bent. Als een Dankjewel. Van de gastcommentatoren van vanavond. Yes. Niet voor het eerst dat je achter deze stoel zit natuurlijk, of achter de microfoon zit. Nee, zeker niet. Nee, ik heb vorig jaar ook al een aantal races samen met René voornamelijk van commentaar voorzien. En dat beviel goed, dus ik denk laten we het weer eens gaan proberen. Altijd goed. Goed voor de spectaculaire commentaren, dus de verwachting is hoog, Ivo. Ik zal proberen om aan alle verwachtingen te voldoen. En natuurlijk altijd ook aanwezig hier bij de Formule Renault. Altijd, al die races van al die jaren dat we dit al doen, Giel de Haan. Jazeker. En we zijn al bij nummer 3 aanbeland. Dus, afgelopen paar races waren leuk om te zien en leuk om te becommentariseren. Dus ik heb er weer zin in. Heel goed, dan zijn we met het team weer compleet. Dus op dit moment even een soundcheck aan doen om te kijken of de geluidsniveaus met elkaar vergelijkbaar zijn. Niet een van ons daar bovenuit loopt te tetteren. Zal ik me heel eventjes gaan zonderen qua geluid van teams en dan ga ik eventjes luisteren. Ja, dus dan betekent dat ze op dit moment met een soort live vertraging zitten in het geluid. Alsof Giel echt in Mid-Ohio staat en wij hier, zullen het maar heel versum noemen. Kunnen we dat doen? Alsof het echt is. Ja. En Giel, ja, jij staat nu in de paddock. Misschien dat jij in ieder geval kan rondkijken daar naar de laatste nieuwtjes en de aanpassingen die de teams hebben gedaan onderling. Kijken waar de strijd in zal zitten. Als een soort Olaf Mol of Jack Ploy. Jack Ploy was het, hè? Die in de tijd... En veel eerder nog Olaf Mol. Hè? Dan zetten we daar een mooi Eurodance muziekje onder. En dan zien we wie in welk team een nieuw gurney flapje heeft aangebracht. En... En dat soort grappen, terwijl hier niet misschien buiten beeld, maar Mark de Vries een fenomenale spin meemaakt. Die is ondertussen bezig met het verkennen hoe ver je kan gaan op slicks. Nou, zover dus, Mark de Vries. Niet heel veel verder dan dat alsjeblieft, want dan heb je een kapotte Formule Renault. Inderdaad, de weersverwachtingen zijn nogal onheilspellend. Veel regen. Ja. Veel regen gevallen. Er is al het nodige gevallen. Wat je nu ziet is zonneschijn. Alleen een kwartiertje geleden, 20 minuutjes geleden, kwam er met bakken uit de hemel. Dus wat er nu is, is geen, niet een duidelijke voorbode voor wat er komen gaat. Ik geloof dat er een vrij grote kans is op een in ieder geval deels natte race. Absoluut, ja, want zowel de vrije training als de kwalificatie zijn voorspeld op ongeveer 50% regen. En de race starten we met 95% kans op regen. En gedurende de race zakt het af naar de 70. De temperaturen die zijn ook nogal goed. We beginnen de race met 4 graden, dus dikke jassen weer. En beëindigen met 1 graden. Dus ja, het kan een interessante race gaan worden. Wie gaat er het beste met zijn banden om? Wordt het inderdaad echt droog de laatste paar rondjes? Gaat het zin hebben om slicks te gaan ophalen? Er zijn een hoop vragen die ik beantwoord wil hebben. Dat maakt het ook wel erg leuk natuurlijk, hè? Deze manier van racen. We hebben volgens mij in dit seizoen nog niet echt een natte weekend gehad, of wel? In elke klasse bedoel ik. Nee. Clio's was het... Nee, het bleek het ook uiteindelijk droog. Nee, Clio's dat zou inderdaad. We hebben de hele week getest op een zeiknat Maleisië en toen gingen we racen. Toen was het zo droog als wat. Dus nee, vooralsnog is dat niet aan de orde geweest daar. Dat was een race waar jij goed uit de bus kwam. Ja, dat ging wel goed. Winnen zat er niet in, maar ik kon wel ietsje beter scoren dan de directe concurrentie. Net als in, wat reden we de vorige keer? Croft. Het zal ook allemaal mee te zien zijn geweest. Maar ja, dat ging goed. En voorlopig leiding in het kampioenschap, maar ik neem niks voor lief. Dus daar gaan we niet al te tof over doen. We zijn nog lang niet klaar. Nee, het zijn... Namelijk die als kampioenschap dat ongelooflijk dicht bij elkaar zit. Ja, dat is belachelijk. Echt over duizenden van seconden soms in. Ja, je hebt de hele top 10 die binnen een seconde staat en dat soort grappen allemaal. Daar moet je wel een beetje tegen kunnen. Gelukkig kunnen we dat voorlopig nog heel goed. Ik meende dat de
En dat vooral op Croft heel erg dicht bij elkaar. Of Maleisië? Maleisië zal dat geweest zijn. Daar zat het echt heel erg dicht bij elkaar. Ja, en inhalen. Het ligt deels aan het circuit, maar deels aan de auto. Die slipstream die komt pas in op het moment dat je al dik halverwege het circuit bent. En. Sorry, halverwege het rechte stuk bent. Probeer het dan nog maar eens te doen. Dus het is echt heel moeilijk om iemand in te halen. Dat was op Croft zo, dat hebben we ondervonden. Inmiddels is hier op Mid-Ohio nog moeilijker. Dus ja, dat maakt het heel leuk. Als je dan, wat je bijvoorbeeld zag op Croft, Sven Smits die van plaats 6 naar de leiding knalt. Volgens de ronde lang op kop ligt. Niet puur uit omdat hij zo snel is, maar gewoon omdat hij zijn auto op goede plaatsen zet. En zorgt dat hij zijn exits voor elkaar heeft. Ja, dan kan je 1000 keer goede bedoelingen hebben, maar dan kom je er gewoon niet langs. Inderdaad, nou dat geldt in zekere zin natuurlijk ook wel voor deze auto's. Hoge downforce van deze auto's, vergelijkbaar zoals dat in de Formule 1 natuurlijk ook geldt. Toch wel een andere specificatie natuurlijk als een Formule 1 auto, maar het is toch wel een beetje de opmaat naar de Formule 1 deze klasse. Jij kent deze auto's misschien vanuit het echte leven ook wat beter? Ja, ik ben in een positie om te kunnen zeggen, ik heb er nog nooit in gereden. Maar ja, precies. Nee, ik heb natuurlijk wel meerdere malen verslag gedaan van deze klasse natuurlijk. Zeker in het jaar dat Guido kampioen werd. Dus ja, ik ken deze wagentjes in die zin van horen zeggen behoorlijk. Ondertussen, Maurice, hoor ik berichten dat jij wat moeilijk te verstaan bent. Dus misschien dat Giel daar even naar zou willen kijken. Oh, dan is dat net niet doorgekomen. Want dat had ik net inderdaad wel eventjes gezegd. Dat wij op hetzelfde niveau zitten. Maar Maurice die zit een paar tandjes lager inderdaad. Nou, dan is dat hopelijk nu opgelost. Want ik, heb de... ik wacht even op berichtgeving van mijn persoon op de tribune. De vloer aan mijn kant is ook hoger gegaan. Dus goed dat zo. Goed nee, maar om nog even terug te komen op die Formule 3,5. Ik vind ze vooral heel mooi. Voor de rest zijn ze enigszins vergelijkbaar met... de GP2. Het zal een hint onder de GP2 liggen. En afgelopen seizoen natuurlijk opnieuw Nederlands succes met Robin Freins, die er kampioen werd. Op zijn Schumachers, maar dat geeft helemaal niks. Dat hoort er soms bij. En nog ietsje luider hoor ik Maurice. Dus dan okay. Ik weet niet hoe luid je kan gaan. We hebben nog wat ruimte over. Dus. Goed zo. Goed zo. Maar ja, het is een hartstikke mooie klasse. En ik hoop dat het een beetje knap race is. Ik heb de vorige race in Mills heb ik een beetje meegekeken. Heb ik toch al gezien dat er wel vrij veel mensen zijn die nog wat enthousiast waren. Dat zichzelf iets te hard voorbij galoppeerden. Ik hoop dat ze daar een beetje van geleerd hebben. En dat we nu een iets schonere aflevering krijgen. Maar met de regen, je weet het nooit. Inderdaad, want ook daar is natuurlijk voor iedereen toch wel nieuw. Ja, trainen kun je zoveel doen als je wilt. Maar het racen zelf is natuurlijk toch nog weer een ander spelletje dan. En zeker op een baan als Mid-Ohio, waar we nu even kijken naar de beelden van... Volgens mij is het Jos van der Sterre op dit moment in beeld. Het bochtige gedeelte met de heuvels. Ja, daar heeft de auto natuurlijk ongelooflijk veel onbalans. Er moet op plekken remmen waar de auto eigenlijk helemaal niet wil kunnen remmen. En dat in een natte omgeving, dat ja, is bijna een voorbode van heel veel spektakel tijdens de race. Ja, inderdaad. Het middelste gedeelte van Mid-Ohio, dat is... Ja, dat zal op eieren rijden zijn als het regent. Dan is het vooral zaak om absoluut niet het randje op te willen gaan zoeken met het remmen. En ook niet met het accelereren natuurlijk. Want ja, het is eenmaal weinig grip, maar in de regen. Ja, in de regens is dat zeker een stuk minder. En er zitten een aantal bochten bij. Eentje voor het ingaan van de tweede sector, die is rechtsaf omhoog. Daar bovenop wordt hij al hier, daar rijdt Jos van der Sterre nu doorheen. Ik weet niet of we hem nog in beeld hebben, maar daar wordt die auto zo licht. In de regen heb ik ze daar tot nu toe alleen nog maar driftend uit zien komen. En ik kan je vertellen uit ervaring dat ook de Clio, zelfs de Clio, daar zonder graag een beetje een mooi driftspoor wil trekken. Dat zal hier 1000 keer erger zijn, dus ik ben heel benieuwd. Nou, een ander aspect is ook het zicht van de coureurs. Want met de regen is het nou eenmaal zo dat de spray toch nog wel zorgt voor flink wat minder zicht naar de mensen achterin het veld. Eigenlijk is degene die vooraan ligt degene met het beste zicht van iedereen. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dat hier bij R-Factor 2 ook echt van toepassing is. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb wel eens in een duel gereden in de regen, maar niet in een open wheel. Dus ik zou het niet weten hoe dat is, maar ik denk dat we, als er straks regen valt, dat we via de onboardbeelden wel vrij snel een duidelijk beeld zullen hebben. Alsnog trouwens, de snelste is Mark de Vries.
1.08.347. Ik heb begrepen dat dat een vrij vlotte tijd is. Hij wordt nipt gevolgd op 18.000ste van een seconde door Robin de Jong. Het is allemaal nog vrije training, onthoud dat. Het gaat helemaal nergens over. Maar het is wel een goede indicatie over wat we straks te zien zullen krijgen. René Hoogterp, de onvermijdelijke René Hoogterp, plaats 3 op 14e van de snelste tijd. Dan Bram Beelen in de gastrijdersauto op 18e op plaats 4. En dan op plaats 5 Jan-Wim Ensing in de IKEA Racing Team. Met een 1.09.370 en dat is ongeveer een seconde langzamer dan wat Mark de Vries op dit moment op de blok heeft staan. Ja, en diezelfde Jan-Wim Ensing, die vind ik eigenlijk enigszins wel opvallen dit seizoen. Het gaat niet zoals dat hij wil. Hij is regelmatig in het middenveld te vinden, terwijl je zo'n man die verwacht je eigenlijk gewoon stevast vooraan. Ja, ik denk ook wel dat de kracht van Jan-Wim is dat hij over het algemeen een beetje uit de problemen blijft. Hij kan in de verdediging, is hij ronduit briljant. Heb ik zelf ook mogen ondervinden. In de aanval is hij soms optimistisch. En dat, ja, dat lijkt hem dit seizoen af en toe wat een beetje tegen te werken. Ondertussen gaat René Hoogterp naar de snelste tijd in een 1.07.747. 16e sneller dan wat Mark de Vries gaat staan. Dus we hoeven niet al te lang te discussiëren over wie vanavond opnieuw topfavoriet zal zijn. Maar ja, Jan-Wim inderdaad. Hij won trouwens op Croft wel zijn eerste race in de Clio. Volgens mij was het ook zijn eerste overwinning in het algemeen van dit seizoen. Dus zo dramatisch is het ook niet. Alleen, dat succes valt me op dit moment even niet in de schoot. Nee, inderdaad. Maar het moet natuurlijk ook niet te makkelijk blijven. Want ja, laten we eerlijk wezen, er zijn een heleboel sterke deelnemers hier in het veld. Dus ja... Je zult echt alles 100% goed moeten hebben. Wil je echt om een podiumplaatsje mee willen strijden? Ja, absoluut. En ondertussen begint het een beetje te lagen in de server. Ik weet niet of dat een werkwoord is, maar dan vanaf nu wel. René is naar binnen gegaan na een dikke zwieper in de voorlaatste bocht. Dat is een hele listige linkerbocht die volgens mij vol gas kan in deze auto's. Maar ja, dat moet je het wel goed doen. En anders ga je er onherroepelijk af. Ja, want op zich is Mid Ohio natuurlijk een bekende baan uit de endurance racing, waar een aantal grote wedstrijden gereden worden. Maar het is toch ook wel een hele technische baan eigenlijk. Met name dat middelste gedeelte. Maar het er vooral aan komt dat je de lijn goed blijft volgen, want als je dan eenmaal van de lijn afwijkt, dan kom je eigenlijk alweer in de problemen bij de volgende bochtencombinatie. Ja, één bocht verkeerd doen is drie bochten verkeerd doen. Dat is precies wat het is, ja. Ja. Inderdaad. Dat is al lastig met de Clio, op langzamere snelheid gaat natuurlijk, maar ja, dit is eventjes een paar stapjes hoog. Ja, en de baan heeft relatief weinig grip. Daar hoorden we de rijders al over klagen in de voorbereiding naar deze race toe van vanavond. Dat ondanks het rubber wat er ligt, de auto's toch nog wel redelijk tail happy zijn, zou ik maar zeggen. En dat zien we dan nu ook gebeuren bij Jan-Wim Ensing die hem vol in de muur kleunt. Ja, daar staat hij stil en terug naar de pits. Opnieuw proberen, maar de kwalificatie zal zo van start gaan. Een single lap qualifying, als ik het goed heb. Ja, inderdaad, single lap. Dus ja, oftewel de superpole, zo zou je het ook kunnen noemen. Je krijgt één getimede ronde en daarin moet je alles voor elkaar zien te boksen. Heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. En het lastigste aspect vind ik persoonlijk van zo'n one lap qualifying. Dat is toch echt je banden op bedrijfstemperatuur zien te krijgen op het... Want het is maar een 3,6 kilometer baantje. 13 bochtjes maar, dus ja, daar zal de grootste valkuil zitten. Ja, je zal in een situatie terechtkomen waarbij de eerste bocht misschien nog niet optimaal is. De tweede misschien ook nog niet. En dat je pas in de derde bocht kan aanvallen zoals je dat gewend bent. Ja, dat zorgt ervoor dat je snel moet denken en direct moet weten wat er aan de hand is. En hoe je auto reageert. En dat maakt het heel leuk. Ik ben wel voorstander van de one lap qualifying. En zeker in deze wagens. Want een foutje is hier natuurlijk zo gemaakt. Dan krijg je is de kans op een door elkaar gehusselde grid natuurlijk een stukje groter. Inderdaad. Is de sessie doorgezet naar de kwalificatie. Benieuwd of René opnieuw zo'n tijd uit de hoge hoed kan toveren. Vast wel, maar we zullen zien. Ik ben ook erg benieuwd, nou, want het blijft natuurlijk 50% kans op regen. Ik ben benieuwd. Ik heb goed nieuws voor de sensatiezoekers onder ons. Het plenst van de regen. Kwalificatie. Dus heel veel succes, heren, coureurs. Hou hem heel. Denk om de voor- en achtervleugel. En maak er wat moois van.
Ik wilde inderdaad net de opmerking plaatsen van gaat het er heel erg van afhangen of het droog is of regent. Maar ja, het antwoord is al gegeven. Dus ik denk dat het nou zaak is eigenlijk om zo laat mogelijk proberen te gaan. Al blijft het natuurlijk een gok, hetzelfde geld gaat het alleen maar harder regenen. Je weet het nooit. Ja, ja. Ja, regenen doet het nu toch al. Ik zal eens even kijken of ik ergens kan zien hoe erg. Ik weet niet of dat met gradaties te meten is. Heel erg tot best wel erg. Ik weet het niet. Maar ja, er valt het nodige. Er is op dit moment geen direct zonlicht wat door dreigt te breken. Dus we mogen ervan uitgaan dat dit nog wel even aanhoudt. Ja. De eerste van GNCR inmiddels ook naar buiten. Dat is Bram Kuipers, herkenbaar met de groene spiegeltjes. Ik weet niet of Maurice die even snel op kan zoeken. Dat gaan we zeker doen. En het kan aan mijn grafische settings liggen, maar ik... Ja, het moet haast wel aan mijn grafische settings liggen, maar ik vind dat hij behoorlijk hard kan rijden. Ja, dat gaat nog wel aardig door. Je moet rekenen dat het ongeveer 4 tot 6 seconden langzamer is dan op een volledig droge baan. En dan hebben we het over deze vorm van regen, volgens mij. Niet als het echt met bakken uit de hemel komt. Het regent natuurlijk wel, maar het kan harder. Het is nog niet Maleisië. Al moet ik zeggen dat het toch echt wel flink aan het plensen is. Nee, goed, ja. We zullen het wel zien. Bram Kuipers is inderdaad onderweg. Ik zal eens even kijken. Wie staat er op dit moment nog in de pits? Zijn er mensen die het aandurven? Kan ze nog niet vinden. Ja, Robbie Bouchon staat nog in de pits. Joost van der Stoep staat nog in de pits. Jongens vooraan. René Hoogtep. Wacht. Robin de Jong. Wacht. En Mark de Vries wacht ook. Dus van het team GNCR is Bram Kuipers de enige die naar buiten is. Alle andere jongens even rustig wachten. We hebben hem in beeld. Bram is zeker iemand die voor de top 5 kan gaan strijden. Als hij geen foutjes maakt hier door de herpin richting het langste gedeelte, het lange rechte stuk van het circuit. Lastig te zien hoor, ook als je hier nu rijdt waar precies je rempunt ligt. Want het is bijna een soort mist die over het circuit hangt. Er zitten daar een paar strobalen aan de linkerkant. Daar kan je je wel enigszins op afstemmen. En volgens mij wordt het lichter. Ja. Volgens mij heeft Bram Kuipers heeft zich iets te snel laten verleiden tot een snelle ronde. Want hier op dit moment, op dit gedeelte van het circuit, regent het niet meer. Maar Bram nu rijdt, is het droog. Althans in de lucht, niet op de baan. Ik zie hem aan het zeggen. Het is een aardig blauwe lucht zichtbaar. Ja, het is heel snel gegaan. Wel een flink windje staan. Ik hoop dat hij niet wordt opgehouden. Ik zie hem maar. Ja, dat gaat er om hangen hoor. Dat gaat er erg om hangen. Nee, hier gaat hij niet al te veel last meer van hebben. Nee hoor, dit is misschien zelfs wel een beetje een slipstreampje. Ja. Eerste tijd van de dag. In de kwalificatie 1-10-2. Maar dat hangt er een beetje tussenin. 1-8 of 1-7 is heel snel droog. 1-12-14 is acceptabel in, het regen, in de regen. Hij rijdt 1-10. We zullen het moeten afwachten. Ja, ondertussen Robin de Jong, Mark de Vries en René gaat naar buiten. René is nu naar buiten aan het gaan, ja. En Jan Wim heeft inmiddels de pol overgenomen, de voorlopige pol moet ik zeggen. Die heeft bijna een tiende kunnen pakken op Bram. En Jan Wim die is ook iets later vertrokken dan Bram. Dus ja, als dat al een indicatie is dat die baan sneller wordt, dan gaat Bram nog wel een stukje zakken, ben ik bang. Ja, want ook op dit gedeelte van het circuit is nu droog. En is daar eigenlijk ook al wel weer een soort van droge lijn te herkennen. Het is wel een hele dappere jongen als je nu al met sliks naar buiten gaat hoor. Robin de Jong gaat ook naar buiten nu. Hij wordt hem te heet onder de voeten. Hij heeft echt nog wel even. En zoals ik zie is meneer Hoogterp een van die dappere jongens. Ik zie geen profiel op zijn bandjes hoor. Nee, je hebt gelijk. René is een fliks naar buiten. Glijdt van links naar rechts. Dat hoort erbij. Maar god ja, elke ronde is er één. Ik ben benieuwd of dit... Nou, kijk, daar spint hij al. Dit is nog maar de opwarmronde, dus... er is nog niks verloren. Maar dit is dapper. Maar hij zal nou al beginnen te twijfelen over zijn bandenkeuze. En als er iets vervelend is, dat er iets in de coureur zijn hoofd... Sorry? Ik denk dat hij bij het uitrijden van de pit zal twijfelen hoor. Ja, ja. Maar dat is vervelend. Want als coureur wil je toch wel 100% vertrouwen in je auto hebben. Vooral zo'n baantje als dit. Met zo'n auto als deze. Ja. Maar goed, we zullen het zien. Hij is zojuist begonnen. Pol de toerbegrenzer gaat hij de eerste bocht in. En dat is in principe ook het vervelende van die eerste sector. Het zijn maar twee bochten. Maar daar kun je ook zoveel winnen of verliezen. Ja, klopt. Eén moment van oversturen in de snelle eerste bocht. En daar heb je de hele rechte stuk last van.
René lijkt er volgens nog goed doorheen te komen. Ik heb geen tussentijden. Ik weet niet of jullie die wel hebben. Dan zou ze ja, graag even moeilijk. Hij is 2/10 langzamer dan Jan Wim momenteel. Okay. Nu moet hij in dit gedeelte op het droge stuk baan blijven. 1 wiel op het natte stuk in een remzone en je bent gezien. Inderdaad, hier zou die zijn minst moeten kunnen pakken. Ja, en daar komt hij weer de regen in, jongens. Ja. Hier regent het weer achter op het circuit. Extra. Ja, je ziet het. Jongen, hou op de baan. Dat is belangrijk. Dan eens even kijken. 22-0 was Jan Wim zijn tweede sectortijd. 22-3-5-8 voor René. Dus die is al een halve seconde verloren. Dat gaat hem niet worden, ben ik bang. Waar zet hij zijn auto neer? Plaats 3 voorlopig. Toch helemaal niet slecht gedaan hoor, voor iemand die op Slicks dit deed. Ik vind het dapper. Nee. Heel dapper. Heel dapper. Ondertussen Bram Belen naar plaats 4, 1, 10, 8. Jan Wim nog altijd aan kop. Bram Kuipers 2, Hoogtep 3, Belen 4. Jos van der Sterren op een keurige 5e plaats. Robin de Jong is even snel tussendoor heel snel onderweg. Die komt elk moment over de finish. Robin de Jong rijdt op regenbanden. En op pol. En op pol, juist. Een dikke 14. Zo doe ik dat dus. Ja, hij nam de gok die toch niet zo dapper was als die van René, maar wel de juiste was. Opposition voor Robin de Jong. Marco Vries heeft iedereen gehad. En het wordt weer droog. Ja. Want wat een leuke kwalificaties, hè? Is het ook alweer droog, ja. Waar het net nog regende. Ja, waar doe je dan verstandig aan, hè? Nou, jongen, laat het maar zien. Mark de Vries. Begint aan zijn snelle ronde. In afmaken, heel goed. Nou, ben benieuwd. Dan is het de vraag, zou die voor Slicks gekozen hebben of toch voor de regenbanden? Nee, Mark de Vries heeft ook... Hoort het groeven in zijn banden. Ja. En hoe goed is die band dan op een droge baan? Dat is natuurlijk de vraag. Ik hou het even in de gaten. Robin's eerste sectortijd was een 30.257. En een 30.292. Hangt erom. Het hangt erom. Dan Robin de Jong had wel een hele goede middensector met van een 21.719. Dus ik ben benieuwd. Of Mark de Vries dat kan evenaren. 21.676. Nou, hij zit eronder. Zou dit dan de allereerste pole position voor Mark de Vries worden in de Formule Renault 3.5? Goeie exit. Hij nou, doet in ieder geval niks verkeerd. Hij ja, heeft hoor. Een... Ja hoor. Ja, hoor. Prachtig. Opposition, Mark de Vries, 1-9-5-1-2. En het P10 is sneller dan Robin de Jong. Dan weer mensen in plaats 3, de eerste P-setter. Bram Kuipers plaats 4, René Hoogtep. Inmiddels terug naar plaats 6, want Robbie Bouchon heeft de 5e plaats overgenomen. Nou, René mag ik zeggen, heren, doen, dat het alvast een geniaal begin is van de race? Dat mag je zeker, ja. En het regent weer in de morgen. Ja hoor. Ja jongens, dit wordt een hele interessante wedstrijd. De eerste race is een sprintrace. Op 20 minuten zonder stop. Alleen ja, durf je het aan om zonder stop in wisselende omstandigheden te rijden? Of ga je toch proberen om via een pitstop of iets dergelijks iets anders te doen? Nou, ik ga ervan uit, omdat het maar 20 minuten is en als het niet echt droog wordt, dat ze zo lang mogelijk door blijven draaien natuurlijk. Want ik heb een keertje vorig seizoen in de Nissan 370Z heb ik de fout gemaakt. Toen was het droog op de startgrid, drogende lijn was het. Dus ik denk van, ik pak mijn Slicks. Helaas begon het in diezelfde opwarmronde al te regenen. Dus was ik al vanaf begin af aan gezien. Ja, dat is zuur. Ik hoop dat het volgende week in de Clio's droog is. Dat kan ik jullie wel vertellen. Dan is de keuze heel makkelijk. Dan is de keus makkelijk, ja. Ja, het is wel heel leuk. Dit is echt wel een hele goede kwalificatie. Ja. Het leuke van het format van Formule Renault 3.5 vind ik ook dat na race 1 komt pas de tweede kwalificatie. Dus ja. Er is nog lang niks gedaan. Met adrenaline in je pens nog een tweede kwalificatieronde te rijden. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Ondertussen wordt er in de chat gemeld dat er mensen doodnerveus zijn. Ja, goeie zaak. Om bepaalde mensen een commentaar. Ja, nou ja, ja. Meer dan terecht. Hè? Als hij het verkloot, dan verkloot hij het en dan zal ik het doen. Nee hoor, Gerhuis is bang dat ik vervelende dingen over hem ga zeggen. Nou ja, als hij daar geen aanleiding toe geeft, zal ik dat niet doen. Hoor Ger, maak je maar geen zorgen.
tussen de warm-up. Ja, en dan regent het weer. En rijdt Mark de Vries drift het over het rechte stuk. Ja, wat ga je hier nog van? Ja hoor, en een stikke drift van Mark de Vries die hem keurig door die eerste bocht haalt. Netjes gauw hoor, heel netjes. Doe ik hem niet na. Dat is een goede wagencontrole, mag ik nou wel zeggen. Nou en of. Ja, het is geen makkelijke auto namelijk. Als die gaat, dan wil die ook echt gaan ook. Ja, zeker weten. Volgens mij neemt de regen alweer af, jongens. Ja, ik hoor het niet meer zo hard letteren als net, nee. Nee. Mark test ook even het gripniveau van het gras inderdaad. Laten we zeggen dat hij zijn rembalans even bijstelde en naar beneden keek. Ja, het is super lastig op deze natte baan. Kan nog een eerste ronde worden. Ik zou zeggen laten we straks ook kampioenschapsleider René Hoogtep in de gaten houden. Die dus start vanaf plaats 6. En als hij wat wil, dan zal het snel moeten gebeuren. Spin Mark de Vries. Ja, jongen. Hard de muren. In de stroobalen. Ja. Stroobalen, ja. Robin de Jonge beter. Die rijdt nog. Nou, inmiddels is bijna het hele veld vast de natte omstandigheden aan het aanvoelen. Behalve Joost van der Stoep is nog niet naar buiten geweest. Dus een proefstart. De tijden komen naar boven. En het is een 1 minuut 20 voorlopig de snelste tijd. Bram Beelen, dat zegt genoeg. Ja, ja. Omstandigheden zijn weer helemaal anders. En hoe start het op een natte baan? Dat is ook nog wel een goede vraag. Want als je geen inderdaad. Grip hebt. Ja, de heren hebben natuurlijk wel trackcontrole, maar dan nog. Ja. Het blijft een autootje met een slordige 480 pk. Met toch wel behoorlijk koude banden. Want ondanks zo'n opwarmronde op een natte baan met deze temperaturen. Ja, ik weet niet of daar wel heel veel warmte in die banden te krijgen is. Dat ze echt op bedrijfstemperatuur zijn. Ondertussen dat terugschakelen van die Formule Renault klinkt toch wel echt fenomenaal hoor. Klappen die het verraadt wel nodig geweld. Heerlijk die plofjes. Nieuwe proefstart voor Rob de Jong op het rechte stuk. Eens kijken. Ja, daar zit toch nog wel wat wielspin in hoor. Ja. 2 minuutjes, minder zelfs, nog een minuutje. Dan gaan we over naar de eerste race van de avond. Goed, maar als we dan toch een voorspelling willen doen, wie zien we dan als kans hebben voor deze overwinning van deze race? Het geluk van Jan Wim kennende denk ik dat hij wel eens heel ver kan komen. Ik denk dat we ook gewoon de usual suspects wel moeten noemen in de vorm van eigenlijk iedereen die voor GNC Motorsports rijdt. Met René Hoogtep, die weliswaar een slechte kwalificatie heeft gehad, maar hij heeft dat hem tegengehouden. Bram Beelen als gastleider is natuurlijk altijd iemand met wie je rekening moet houden. En Robbie Bouchon, Dark Horse op plaats nummer 5 op de grid, vind ik ook een hele interessante. Maar de omstandigheden zijn zo verraderlijk dat ik er eigenlijk niet heel veel zin als over kan zeggen. Wat jij, Giel? Ik zit... Ja, de voor de hand liggende is inderdaad René Hoogtep, maar ik ga vandaag voor Mark de Vries voor race 1. Nou, het zou hem van harte gegund zijn. Oh, ik moest even de stadionspeaker uit laten brullen. Ja, inderdaad, want die staat vol open hoor. Nou en of, ja. En ik krijg uit zeer betrouwbare bron te vernemen dat René vooral zit op overleven vandaag. Dus het is niet in eerste instantie de aanval die hij zal kiezen. Nou ja, één blik naar buiten en we snappen waarom. Het plenst opnieuw van de regen, dus daar gaan we dan. De eerste start van het seizoen in zeiknatte omstandigheden. Daar staat de complete grid. Het regent keihard, mag ik zeggen. Ontzettend. Ik loop het veld ook heel even door om te kijken of er mensen zijn die nog rare dingen gedaan hebben qua keuze van banden. Maar ja, Ger Peters, die staat dus op sliks, jongens. Poef. Dat wordt nog een leuke. Het is of niet zo slim of het lode ballen. Maar ik heb het idee. Ben bang voor het eerste. Bij mij mijn R-factor is gecrashed. Ja, ik zie wel een tweetal rijders die nogal wild door de lucht vliegen. Nou, ik zie het inderdaad. Ik zie wel beeld, maar ik hang in de lucht. Ja, ik ook. Ja, dat zijn wij twee, denk ik. Nou ja, goed, als het verder voor geen probleem.
Nou, ik geen zie problemen, dus, hoor. Bij mij blijft de tijd op 0-0 staan, dus ik kan niet eens... Ja, ik heb grote problemen, hoor. Maar kun je wel de beelden zien van anderen die aan het rijden zijn? Nee, hij hangt echt helemaal. Ik zie helemaal niemand, ik zie nog stilstaan beeld, ik hoor geen geluid, behalve de regen. Ik kom niet naar desktop. Okay. Dan gaan wij het even van je overnemen, Giel. Ja. Ondertussen is de opwarmronde in volle gang. Mark de Vries leidt het veld. En dat veld is 14 koppig groot. Dat had een grote gemogen, maar zo is het nou eenmaal. 14 man door Plants en Regen Mid-Ohio. Wie nu zichzelf een beetje onder controle houdt, kan daar denk ik heel veel profijt van hebben. Wat regent het hard, zeg. Ontzettend. Absoluut, ja. Dit is bijna Mid-Ohio's onwerkelijk. Ja. Alhoewel Ohio niet een staat is waar, of een plek is waar het nooit regent, maar... Ik ben niet heel erg bekend met de klimatologische situatie in Midden-Amerika, maar dit is in ieder geval een beste plansbui, zo weet ik wel te vertellen. Dat is in ieder geval duidelijk. Terwijl Mark ondertussen aanstalten maakt om zijn plek op te zoeken op de startgrid. Bijna al niet eens de lichten kunnen zien, zoveel mist en regen hangt er nu. Ja. En er wordt gereden. Zelfs in Amerika met dit soort weer wordt het nog gereden. Het is bijzonder. Ja. Maar ja, als het al niet op een oval is, dan vinden we dat al minder ingewikkeld. Zo is het, absoluut. Nou, gaan we dan. De start van race 1. Wie is er ons beste weg in regen? Wie heeft problemen? Volgens mij komt Mark de Vries heel aardig van zijn plek. En is iedereen vooral bezig met overleven. Ja hoor, de Vries als eerste bocht 1 in. De Jong daarachteraan. Jan Wim daarachteraan. Oh, en daar Mark gaat het gelijk fout. Ja. Door het gras verliest daar kostbare plekken. Beter auto uit het probleem te houden. Door de pionnetjes. Oh, pas op jongens met de mensen die erachter rijden. Ja, dan gaat het weer fout. Ja, het is heel erg lastig allemaal. Ja. René Hoogterp, waar zit jij? Plaats 4. Overleven, dat is zijn motto en dat is hij voor ons nog aan het doen. Heel hard aan het terugvallen, maar dat zijn wij geloof ik nog steeds. Vooraan in het veld, Robin de Jong heeft de leiding overgenomen van Mark de Vries, maar gaat er nu zelf af. Maar het is heel kortstondig, daar verliest hij niet heel erg veel mee. Jan Wim heeft inmiddels al wat ruimte moeten toegeven en wordt op dichte, korte afstand gevolgd door Bram Beelen. René Hoogterp die daar weer een aardig stukje achter zit, die zit daar bijna 2 seconden achter alweer. Ja, iedereen is nu zijn grip aan het vinden. Ja, Jan Wim, oh kijk, Bram Beelen en Jan Wim Mensing even in de problemen. En Ens... Hoogterp komt er nog maar net overheen. Omheen. Volgens mij staat Beelen nog steeds stil, hè? Ja. Ja, ja, Beelen staat nog steeds stil. Die moet iedereen voorbij laten, want nu wegrijden is onverantwoord. Nou, ja. Nou zou ik het... Nee, ook nog steeds niet. Oeh, en iedereen kan er omheen. Let op, nee hoor, dat gaat... Gaat het fout. Alsnog. Dat is jammer. Dave de Vos. Bijna iedereen was er omheen. Ja. Maar Dave de Vos zag hem te laat. Ja, dat is bij het uitkomen van een blinde bocht. Daar is natuurlijk ook... Ja, je moet het doorhebben. Ja. Daar hangt geel, maar ja, waar dan precies... Waar dat dan is en wat het is. Ja, Gerrit Peuters zoekt de pits op, dus die gaat toch voor de regenbanden nu. Ja, dat snap ik heel goed. Ondertussen vooraan Robin de Jong heeft een aardig gat. Bijna 3 seconden op Jan Wim. Die moet nu gewoon zorgen dat hij blijft rijden zoals hij doet. Jan Wim Ensing op dit moment op plaats 2. Joost van de Stoep is opgeklommen door allerlei voor hem naar plaats 3. En Mark de Vries is terug naar plaats 4 ten koste van René Hoogterp. Maar er wordt stevig onder druk gezet. Nou, inmiddels heb ik het feestje ook alweer kunnen terug, joinen. Ja. En ja, jullie staan allebei als accident. Ja, mooi. Dat is toch grappig. Geen meter gereden in die auto. Dus is toch die ontploffende motor. Moet je kunnen. Ja, inderdaad. Ja, het is zoeken naar grip voor de mensen op de baan. Ja, ook, ik moet heel even ertussendoor, want Ger Heuts staat op dit moment achter voor Ger. Je lag op zo'n mooie 7e plaats. Hou je spul bij elkaar. Rij door. Wie weet kan jij zo meteen toch nog wat punten binnenhalen. Het is allemaal niet heel dramatisch wat hem is overkomen. Hij is teruggezakt naar de 8e positie. Dus dat valt mee. Hij rijdt weer. Maar dat was even een korte off van Ger Heuts. Inmiddels heeft René Hoogterp toch enigszins de aanval geopend door Mark de Vries, hoor. Zeg ik dat goed, Mark de Vries? Dat zeg ja, ik goed, dat Mark goed. De Vries. Maar je ziet dat hij inderdaad niet op volledige aanval zit. Hij kijkt zenuwachtig heen en weer. Maar ja, dat is de kracht van René. Die kan heel rustig, zenuwachtig achter je blijven. Totdat jij dat één foutje maakt. En daar maakt hij meteen gebruik van. Om de
Ondertussen gaat Mark het proberen bij Joost van de Stoep. Kijken waar dat eindigt. Ja, volgens mij is gelukt. Die is er voorbij. Gelukt? Bij, juist. En René die moet zelfs nog even liften om niet bij de heren te raken. Oeh, René die kijkt toch eventjes hoor. Zijn toch teamgenoten? Ja, dat zie je ook wees wel. Wees voorzichtig. Ze doen inderdaad heel voorzichtig. Mark die snijdt niet meteen in. De heren hebben natuurlijk ook het voordeel dat ze via de radio met elkaar verbonden zijn. Met de rest van het veld zelfs. Maar oeh, René, daar moet je mee opletten. Kuipers achter dit groepje op dit moment gewoon wachten tot er iemand een foutje maakt. Dus dan blijven rijden. Hopen dat het voor u. De tankslepper bij hem in de blinde rechterbocht. Waar Bram Belen er zojuist even afging. Ik ga ondertussen even een korte blik werpen naar het front van het veld. Robin de Jong onbedreigd door de regen. Op inmiddels meer dan 4,5 seconden voor Jan Wim. Dat noemen we toch wel dominantie. Mark de Vries is ook aardig los van het groepje Hoogterp en Jos van de Stoep. En daarachter is het dan Bram Kuipers, denk ik. Als ik het goed zie. Dat zie je goed. Dat is nu ook wel een gaatje ontstaat tussen Hoogterp en Jos van de Stoep. Die tempo toch niet helemaal kon volgen. Wellicht meer geluk had dan wijsheid dat hij op de derde plek rondrijdt. Inmiddels is Robbie Bousson aangekomen bij Ger Heuts. Hij heeft nou wel weer een klein gaatje laten vallen, maar het lijkt erop dat Robbie vooral in de middensector sterker is dan Ger. Robbie had zo'n goede kwalificatie, maar dan is het opeens gauw gedaan. Ja, flinke deuk in de zijkant van de auto. Of is dat gewoon de vorm van de auto? Dat kan ook. Dat zijn dat heet aerodynamica. Oh, toch? Oh ja, oh, dat is het. Ik heb er wel eens van gehoord. Oh, ik denk, Jan Wim heeft de leiding overgenomen van Robin de Jong. Want Robin de Jong heeft een fout gemaakt. Het is maar even snel ontschoten. Ik zie opeens de posities veranderen. Robin de Jong nu op plaats 2. Jan Wim op plaats 1. En ik zei het. Ja. Ik zei het. Jan Wim heeft dat geluk. Jan Wim heeft die rust. En kan gewoon blijven rijden. Waar anderen dan nog zichzelf als voorbij willen lopen. Maar vergeet niet. Het is nog lang niet gedaan. Want Robin is in de basis. Op deze baan. In deze omstandigheden. De snelste van de twee. Ja, ik heb eventjes in de replay gekeken en het is in die linker omhoog, in de middensector, daar ging hij wijd, daar ging hij helemaal rond en daar kon hij te nauwe nood nog uit de bandenstapels blijven. Hoogte heeft ondertussen in de aanval bij Mark de Vries die een foutje maakt bij het opkomen van het rechterstuk. Nu bij de Herpen aangekomen, duwt hij zijn auto eigenlijk toch wel een soort van tussen de wielen van Hoogte heeft, die daardoor wat ruimte moet laten. Mooi gevecht tussen deze twee teamgenoten. Maar Hoogtep dan nu toch echt wel de goede exit lijkt te hebben. En de binnenste lijn ook, dat is nog belangrijker. En Mark de Vries zal ook niet al te enthousiast die positie gaan verdedigen, lijkt mij. Nee hoor, Hoogtep is er voorbij. En Hoogtep is door naar positie nummer 3. Wel, Robin de Jong nog steeds op tweede ligt. Hij heeft een gat van 2 seconden op Jan Wim. Maar dat kan veranderen op welk moment. Inmiddels is Ger Heuts in de pitstraat aanbeland. En er zit er nu een vleugel op, dus daar is ook eventjes iets misgegaan. Heeft hij toch wat geraakt tijdens die spin wellicht? Nou, hij was net natuurlijk in gevecht met Robby. De ronde hiervoor. Robby was aardig sneller, dus daar zou het ook zomaar aan gelegen kunnen hebben. Ja. Ik wil toch de aandacht even plaatsen naar het gevecht om de eerste positie. Want Robin de Jong die rijdt ongeveer een seconde per ronde sneller dan Jan Wim. Misschien wel meer zelfs. Dus waar dat verschil net nog dik 2 seconden was, is nu inmiddels precies 1 seconde. En ik verwacht dat dat niet lang meer gaat duren of Robin heeft de aansluiting. Ik denk dat het moment zo'n beetje al aangebroken is. Jawel, ja, daar is hij al in de slipstream van de IKEA Racing Automobiel. Gaat hij het hier al proberen of gaat hij lekker rustig afwachten tot het moment zich op een gegeven moment wel aandient? En wat zou ik het laatste doen? We zien in beeld ook de gegevens van de auto's met de snelheden en de toeren die ze maken. Dat zien we, dat is toch wel aardig richting de 265 km per uur rijden op dat rechterstuk. Serieuze snelheden in dit soort weersomstandigheden. Maar ik heb ook hier het gevoel dat het wel droger lijkt te gaan worden. Althans, minder nat misschien. Is dat een betere omschrijving? Lichter is misschien het woord wat je zoekt. Ja. Dat zou zomaar kunnen. We zitten natuurlijk bijna op de helft. En gedurende ongeveer op de helft zijn we al gezakt van 95% kans op regen naar 80% kans op regen. Dus ja... We zijn ook bijna op het punt dat genoeg trouwens, hoeveelheid. Ja. Maar het zou natuurlijk wel een aardige shake-up zijn als het nou inderdaad droog wordt en deze banden het eigenlijk daar niet lekker op doen. Wat doe je dan?
Ik denk dat deze race daar te kort voor is, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat je wel door kan blijven rijden. Ook als het nu opeens droog wordt, dan is die droge lijn binnen nu en drie rondjes pas een beetje effectief. Ik denk om heel eerlijk te zijn. Oh, daar gaat hij weer naast. Oeh, dan moet hij zorgen dat hij rustig het gas op gaat, want anders gooit hij meteen rond ook. Maar alles gaat weer goed. En ik zie een blauwe lucht even bij Robin. Haha, dat zou ik wel meemaken. Nou ja, goed. Robin terug aan de leiding na zijn korte spin. En dankzij een foutje van Jan Wim. René Hoogtep volgt op 3,6 seconden. Ik ga eens even een blik op de rondetijden werpen. De laatste van René was een 1.18.4. De laatste van Robin was een 1.18.8. De laatste van Jan Wim in dat geval was een 1.19.4. Dus René komt dichterbij. Inmiddels is Bram Kuipers eigenlijk ook wel bezig om proberen naar Mark de Vries te rijden. Hij heeft de laatste ronde ook zijn snelste ronde van een 18.5 neergezet. Dat terwijl Mark de Vries een 19.3 had. Nou, hij moet toch ook in zijn spiegels kijken, want Joost van der Stoep zit af en toe toch ook aardig dicht in de buurt te prikken. Dit stuk moet hij wat lossen. Dus lijkt dat hij René gaat eraf. René gaat eraf. Enorme spin van René Hoogterp die direct flink terugvalt. En ik ben benieuwd, heeft hij zijn voorvleugel nog? Want dat hij heeft zijn voorvleugel nog. Het was wel een aardige tetter inderdaad. Oh, leren. Ja. Gevallen naar positie nummer 6, René Hoogtep, kampioenschapsleider. Hij heeft 15 punten voorsprong op Robin de Jong, dus het is niet gelijk een enorme ramp, maar dit zijn kostbare punten, absoluut. Ja, het gebeurde eigenlijk doordat hij waarschijnlijk zijn remdruk iets te ver naar achter heeft, zo lijkt het, want zijn achterkant brak gewoon weg tijdens het remmen. Of het kan natuurlijk ook zijn dat hij te snel terug wilde schakelen. Hoe dan ook, zijn achterkant leek door het sterke afremmen uit te breken. Goed, kijken we eventjes naar het hele veld toe waar de gevechten zijn. En ja, echte gevechten zijn er niet. Iedereen heeft al een beetje zijn ritme gevonden, lijkt het wel. Ik zie deze race zo 1, 2, 3 niet opdrogen. Ja, wel ietsje, maar zeker niet helemaal naar een droge omstandigheid. Ja, de jongen heeft ondertussen zijn voorsprong weer uitgebreid tot 2,5 seconden. Ja, hij is ongenaakbaar op deze omstandigheden. Snelste man van het veld. En hij ligt ook op de beste positie van het veld, namelijk aan kop. Vrij zicht. Oh, Bram Kuipers, die komt daar driftend en glibberend het rechtstuk op over de curbs. En verliest zijn plek aan Joost van der Stoep. En aan René. En aan René, inderdaad. Dat is spijtig voor Bram, want hij was ook goed onderweg. Ja. En ook Joost is er even naast gaan, want René is ook bij hem voorbij. Of dat is gewoon een verre inhaalactie geweest. Dat heb ik even gemist. Het lijkt inderdaad dat hij wat minder snelheid heeft hier het rechtstuk op. Want Bram Kuipers kan ook direct de aanval plaatsen. Hij zit er nu naast. Ik kan hem laten staan. Ik denk niet dat hij er... Voorzichtig, Bram. Dat was meer een soort ontwijkactie als een inhaalactie. Ja. Joost van der Stoep maakt inderdaad een foutje bij turn 2, is dat, de hairpin, inleidend voor het hele lange rechte stuk. Daar ging hij gewoon te wijd. Nou ja, dan moet je zo voorzichtig rustig doorheen foutje. Gaan. Mark de Vries plaats 3, gaat even wijd, maar kan volgens mij gewoon door zonder al te veel drama. Likte even aan de hooi, of aan de strobalen, maar dat lijkt mij niet heel veel ellende opleveren. Volgens mij is hij gewoon, ja, heeft geen positie verloren. Gewoon lekker plaats 3. Alleen is René Hoogtep nu wel dichterbij gekomen. En vergeet niet, René Hoogtep lag derde op het moment dat hij eraf vloog. En hij heeft plaats 3 nu alweer in zicht. Oh, en Jan Wim Mensing is ernaast gegaan. Ja, die valt ver terug. Die is al op plaats 4 terechtgekomen. Die is nu nog steeds op gang aan het komen. Dus daar komt Bram Kuipers al aan. Nee, die plaats blijft hij wel behouden. Goh. En zo is René Hoogtep opeens weer terug op plaats 3 en heeft hij plaats 2 in zicht. Robin de Jong die zal het allemaal aan, wil zeggen aan zijn retroest, maar dat is niet netjes. Dus het zal hem allemaal een worst zijn. Hij rijdt lekker vooraan, 7,5 seconden voorsprong. Hij kan achteruit gaan rijden en dan heeft hij nog de overwinning te pakken. Als hij niks fout doet, is deze voor hem. En Hoogtep heeft de drukte volop staan bij Mark de Vries. Waar Hoogtep bekend om staat is dat hij het begin van de race natuurlijk rustig aan doet en gedurende de race de draaiknop steeds verder opvoert van rustig naar agressief. En dat lijkt nu ook het geval te zijn dat hij toch echt wel die plek van Mark over wil gaan nemen. En wat ga je dan doen als je Mark Vries heet? Je teamgenoot,
die leider is in het kampioenschap ligt achter je. Maar jij hebt natuurlijk ook je eigen eergevoel. Wat ga je doen? Hoogtep is faster than you. Ik denk dat het wel een beetje meevalt. Gewoon lekker doorrijden. En die achterblijver, Twan Capelle is dat geloof ik. Komt dat goed bij? Ja hoor. Ja, Bram Kuipers die is inmiddels ook flink in de aanval aan het gaan bij Jan Wim. Jan Wim, er lijkt wel dat hij minder... Ja, daar gaat het goed. Bram Kuipers die wilde gewoon de Herpin aanvallen zoals normaal. Maar dat werd er eventjes een beetje verrast door Twan Capelle. Die dreigde door naar binnen te komen. Ik maar... ga je even onderbreken, Giel. René Hoogtep naar positie nummer 2. De kosten van Mark de Vries. Houdt hij dat? Dat houdt hij. Mooi gedaan hoor. Aan elkaar ook niet in de wielerij. Heel goed gedaan van de heren van GNCR. Nu 1, 2 en 3 liggen, mag ik dat ook even zeggen? Zeker. Ja, en nummer 4 is onderweg naar nummer 4, want die ligt momenteel pas nummer 5. En nou, dat scheelt 1,3 seconden, dus dat is overbrugbaar. Nou, inmiddels niet meer hoor. Nee, ik zie het. Dat is geen 1,3 seconden. DRS kan aan, zou je haast zeggen. Maar ja, dat inderdaad. Hebben deze barretjes niet. Oh, gaat weer wijd. Ja. En daar is plui 1 tot en met 4 voor GNCR. Ja, je zag het bij het aanremmen dat hij daar de onbalans in de auto had. En dus de bocht niet kon halen. Maar mag ik u erop wijzen dat het hier gestopt is met regenen? Ja, ja, want ik wilde net al zeggen, volgens mij zie je hier al een lichte droge lijn. Oeh, maar... ik denk, dit is even niks te zeggen. Altijd wakker blijven, hè? Ja. Ja. Ja, maar inderdaad, het, op start-finish is het gestopt met regenen. En daar ontwikkelt zich direct ook een droge lijn. Wat wil je als er 13, 14 man constant overheen rijden? Dan gaat dat vrij snel natuurlijk. En ook de bewolking heeft plaatsgemaakt voor zonneschijn. Maar vijf minuten te gaan. Ja. Gaan we daar niet zo heel veel meer in zien hoor. De rondetijden zullen omlaag gaan, maar daar zullen geen pitstops uitrollen. Nee, inderdaad. Dan zou je niet echt slim bezig zijn. Want de pitstop raak je natuurlijk gewoon tussen de 20 en 30 seconden mee kwijt. En dat moet je dan weer goed zien te rijden. En ik denk niet dat de slicks 10 seconden per rondje harder zullen zijn, sneller zullen zijn. Nee, absoluut niet. Inmiddels is Bram Kuipers ook al een beetje aan het proeven bij Mark de Vries. Die ziet hem regelmatig dichterbij komen. Zoals hier in deze laatste bochtensessie. Die neemt Bram Kuipers een hele andere lijn. En de droge lijn is echt duidelijk zichtbaar hoor. Dus ik ben benieuwd of er zometeen al rijders zijn die het natte gedeelte op... Oh, daar komt de aanval van Bram Kuipers en die gaat er heel makkelijk voorbij. Ja. Mark de Vries even een foutje bij het uitkomen van de eerste bocht. Het is ook best een lastige bocht hoor. Het instuurmoment komt daar vrij nauwkeurig en dat gaat serieus hard. Als je het dan net niet goed timed, dan kom je net verkeerd uit bij het uitkomen van de bocht. En dan is zo'n hoge curbstone ook niet handig bij deze auto's. Inderdaad. Momenteel is het 10 graden geworden, dus het is 6 graden warmer sinds de start van de race. Het is inderdaad gewoon project, het weather is sunny en de current weather is sunny. Dus... ik denk dat we onze jas bijna uit kunnen gaan trekken. Zo is het precies. Kuipers die nog opnieuw onder flinke druk komt te staan hoor. Ja. Goeiedag. Ja, kom je nu op het natte gedeelte, dan is het ook serieus nat en serieus glad. Dus uitremmen is ook niet zomaar meer zo gedaan hier. In dit gedeelte zie ik Mark de Vries de hele tijd een hele krappe lijn nemen. Terwijl Mark Bram hem eigenlijk eerst iets laat uitwaaieren. Waardoor hij veel vroeger vol op zijn gas kan. Ja, dan kom je toch met meer snelheid het rechte stuk op. En dus ook door de eerste bocht. En ja. Maar hoe heet hij? De Vries heeft wel een slipstream. Ja, ik wil net zeggen. Oeh, en dan maakt Bruy Kuipers een foutje. Waar de ja, Vries op het natte makkelijk... gedeelte van de baan is hij nu. Ja. En nu wordt een drekrace tot aan de volgende bocht. Ja, en ook waarbij Mensing, Mark het voordeel heeft. Ensing lacht zich vet. Ik, ja, jongens, doe maar. Doe maar. Ga maar tof doen tegen elkaar. Ik weet wel wat ik daarmee moet. Kuipers blijft zijn priet. Ja, die zit nu aan de goede kant. Dit is een mooi gevecht, zeg. Nou, jongens. En nou, de Vries weer aan de goede kant. Ja, ja, dat is toch fraai hoor. Ja, fraai prachtig gedeel die hier vanuit Mid-Ohio. Een ver gevecht tussen de teamgenoten. Een overstuurmomentje van Bram. Houdt hem heel mooi. Maar het kost hem wel weer meteen. Jan Wensing klinkt in de muur. Ja. Door te zien heeft hij zijn voorvleugel nog wel. Ja, dat is dan ook weer het nadeel. Hè. Als je dan zo achter twee van die vechtende honden zit, denk je van hé, ik moet er als derde hond bij zitten. Maar
als je al op je 100% zit. Dan is een foutje inderdaad zo gemaakt. Ja, en dat is meteen heel duur. En mag Bram Kuipers het weer een keer proberen. Aan kop verandert de situatie ondertussen niet. Ik houd het even in de gaten. René komt wel iets dichterbij, maar Robin zal ook op 90% rijden. Want we zijn ook al bijna bij de finish. Nog een ronde of twee, denk ik. Ik denk het gedaan. Wel, ja. Het is nog maar 2 minuten, dus ja, hooguit 2 rondes. Echtom P3 gaat onverminderd voort. En wordt ook uitermate ver gevoerd. Dus dat is mooi om te zien. Natuurlijk zijn het teamgenoten, maar ja, podiumplaats is een podiumplaats. En die zou je toch wel graag willen hebben. Maar ze houden het keurig. Heel mooi om te zien. Heel leuk. Ja. Vergevecht nou, heb ik afgedangen van teamgenoten zijn of niet natuurlijk. Absoluut, volledig correct. Dus, maar ze staan wel in elkaar, met elkaar in contact. Ja, dus, precies. Dat zal ook wel helpen. Je wilt elkaar er dan zeker niet afrijden. Nee. Nou ben ik zelf Bram Kuipers heel vaak tegengekomen op de baan. Ook toen we nog met R-Factor 1 reden, met de Formule Renault 2.0 was dat geloof ik. En daar, ja, het is heerlijk racen met die jongen. Hij houdt rekening met je. Hij gooit niet ineens heel raar die deur dicht. Hij laat je leven. Maar andersom ja. Dus ook. Ja, en dan kun je fenomenale gevechten hebben. Ja, een juweeltje zitten we naar te kijken. Als je dat een beetje allebei elkaar vertrouwt. En dat is met Kuipers inderdaad absoluut het geval. Durf je gewoon moeiteloos wiel aan wiel met door een bocht te gaan. Dat maakt het gevecht natuurlijk ook een stuk leuk. Zit de Vries wel weer heel dicht achter hoor. Of is het Kuipers? Sorry. Het was Kuipers achter het de Vries. Kuipers. Ja, excuseer. Piek het weer een beetje mistig worden. Jazeker, het regent weer een beetje. Maar ze hebben de goede banden onder, dus het maakt niet zo heel veel uit. Het is puur nu belangrijk om je koppen bij te houden en je niet te gaan verremmen nu. Het ja, is echt niet ver meer. Dat bedoelde ik dus, want als je denkt van, mijn rempunt ligt bij het 100 meter bordje en de volgende ronde is het in één keer een stukje nat, dan zullen we toch iets eerder moeten remmen. Als op dit moment de laatste bocht doorkomt en de overwinning pakt in deze eerste race op Mid-Ohio. Mooie overwinning voor hem. Ja, en toch ook wel weer knap. Hoe die het doet, doet hij het, maar hij wordt gewoon tweede, René Hoogterp. Met daarachter dan Mark de Vries en Bram Kuipers op een derde en vierde plek. Ja, en ze zijn blij hoor. Mooi om te zien. Het was een fraai gevecht, maar alle eer natuurlijk ook naar Robin de Jong die één spin had. Maar zich daar keurig van herstelde. Koppen bijhield, het hoofdje koel hield. En dan krijg je dus dat soort resultaten. GNCR op de plaats in 1, 2, 3 en 4. Vrij beeld voor de sponsors zullen we zeggen. Ook Robert Bouchon netjes gedaan op een 7e plek als ik goed heb meegeteld. Correct, 7e plaats. Achter Joost van de Stoep. Jan Wim op P5, best of the rest zou je haast kunnen zeggen. Hij heeft er hard voor geknokt hoor trouwens, dat moeten we niet onderschatten. Zeker. Maar dan komt het op die kleine momentjes aan. Dan is het gauw gebeurd. De laatste twee rijdende, dus zijn Gert Peters en Jos van der Sterren, die komen nou het rechte stuk op. En dan hebben we de uitslag compleet voor de eerste race. Noem hem maar op, zou ik zo zeggen. Ga je gang. Nou, de overwinnaar was natuurlijk Robin de Jong. René Hoogterp op een fraaie tweede plek na zich heel mooi naar voren gevochten te hebben. Mark de Vries sluit het podium. De laatste teamgenoot van GNCR, Bram Kuipers op plaats 4. De twee IKEA Racing teammaatjes staan achter elkaar met Jan Wim op 5 en Joost van der Stoep op 6. En inmiddels is er van alles bij mij versprongen, dus kan ik helaas niet veel meer verder vertellen. Maar goed, we got the gist of it. Absoluut. We gaan door naar kwalificatie nummer 2 en race nummer 2. En nou weet ik even niet uit mijn hoofd wat de weersvoorspellingen zijn voor die twee momentjes. Weet u dat? Ze zijn eigenlijk exact hetzelfde. De race begint op 4 graden en 95% kans op regen. Echt op 10 graden met 70% kans op regen. Doei. De kwalificatie overigens, hebben ze geschat op een 8 graden en 50% kans op regen. Double joy, dat opnieuw een heel mooie situatie opleveren dat ze op sliks gaan of niet. Ja, dat zagen we net ook. René had het... Nee, wie zat er nou naast? In ieder geval, Mark de Vries had hem goed, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus dat kan heel interessant worden. Inderdaad, wij sluiten hier dan ook heel even de stream af. Kunnen ons gaan opmaken voor race nummer 2, waar we zo dadelijk voorbij terug zijn.